Diertjes liggen lekker te slapen hier. Dat is heel veel. 5 februari. Ja, dat is dan ook weer veel te kort. Dodo. Goedemiddag allemaal. Ja, het is een beetje laat voor vandaag. Het is nu 2:50 in de middag. Het is nu 5 februari 2018. En ik geef mijn camera nu aan deze gek. Ik zei de gek. Ja, nou, welkom. In de middag. Mag ik de intro doen? Nou, straks even mijn haar doen. Dan zien we wel verder. Oké, veel plezier met deze vlog. En het kijken. Neem het voor Frodo voor half tijdelijk. Ja, dus u heeft uw linker duimnagel gekneusd. Ja. En u kunt niet meer voor Frodo zorgen. Mm-hmm. Dan is er iemand die zegt van nou, ik weet wel een adres. Daar kan Frodo terecht. Ja. En er is een Facebook-account groepje opgericht. Een chatgroep. En daar kunt u dus uw vragen en foto's en dergelijke teruglezen, terugvinden. Ja. En die bepaalt het opvangadres. Dat stuurt u even een vraagje van, nou, kunt u eventjes wat geld overmaken bijvoorbeeld. Van, ja, ik wil wel gaan wat eten kopen voor Frodo. Ja. En daar zit je dan de hele dag thuis te wachten op een monteur van Ziggo. Ja, kijk je weer. Nou ja, er was ons beloofd 3 dagen terug. Ja, op maandag. Tussen 12 en 6. Dus wij met onze goede gedrag wachten. Wachten. En heel lang wachten. Dus ik ga even kijken op mijn e-mail. Had die meid van Ziggo het niet voor 5-2, nee, voor 16-2 ingediend. Joehoe! Wakker? Nee. Maar oké. Maar we hebben een nieuwe afspraak gemaakt. En dat is voor 12-2. Tussen 8 en 1. Joehoe, lekker vroeg. Daar is hij helemaal niet blij mee. Vroeg opstaan. Maar ja, ook dat hoort erbij. Hè? Ook mensen kunnen een foutje maken. Dat kan. Ja. Nou, ik heb al even wat gegeten. Lekker 2 gehaktballetjes. Ro, die vond daar weer een beetje te veel ei in zitten. Dus ik denk ook niet en dat hij geet. Ik denk het helemaal niet. En dat hij het zo naar max heeft geschoven. Hè? Ja, ik denk het wel. Maar hij moet gewoon een keertje leren eten. Want als hij hier had gezeten, dan had hij het gewoon op moeten eten. Ja. Gewoon minstens 1. Dus, ja. En dus waarschijnlijk is hij gewoon van zo, nou ben ik toch niet bij Karen, dus kan ik gewoon alles, ja. Maar oké, komt ook wel weer goed. Dus, en nou ga ik eventjes een vlog eventjes exporteren en dan nog een andere vlog. En daarna moet het eventjes op YouTube. Ja, 3 vlogs moet ik eventjes exporteren en daarna naar YouTube. Dus dat ga ik even. Hey allemaal! Ja, ik wil jullie onwijs graag bedanken dat jullie weer hebben gekeken naar mijn vlogs. Ik zou zeggen, vind je hem nou leuk? Ik zou ook zeggen, vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal. Doe vooral dat blauwe duimpje omhoog. Doe het belletje aan, want dan blijf je overal van op de hoogte. En dan zou ik zeggen, dankjewel en tot mijn volgende vlog maar weer. Doei!